Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag en zaterdag is marktdag, dus ik neem u zeker mee. Ik weet niet wat voor weer het is, want aan de ene kant schijnt de zon en aan de andere kant is het vrij bewolkt. Dus nee, maar ik neem u mee en ja. Ik ben nog niet helemaal wakker, maar. Dus ik weet niet wat ik allemaal moet vertellen, maar ik ga in ieder geval naar de markt vandaag. En als ontbijtje heb ik twee crackertjes met boterhamworst. Dus. En daar zit onze dame. Die houdt het allemaal goed in de gaten. Hey Punk. Punk houdt het in de gaten. Hey, zeg eens even gedag tegen de mensen. Doei. Een goede middag. We zijn weer aangekomen bij de lunch. Jij ja, ook even hier op. Ik word er echt helemaal tureluurs van. Ik hoop dat we gaan een nieuwe update doen. Nou, dan gaat onze stinkel naar beneden. Ja, wat heb ik vanmorgen gedaan? Nou, ik heb al 20 kilometer gefietst. En even naar de markt geweest. Ik kwam pas. Ik wou een mooi shot maken. Want er is een hele rare lucht. En ja, toen kwam ik erachter dat ik geen cameraatje bij me had. Dus. Nou, vanmiddag moet ik nog even een paar boodschapjes doen. En dan ga ik eens rusten. Morgen is er hier. Ja, kerst dromen van, of dromen over. Het is een, bij Elle in de, op de Lage Dijk. Daar allemaal kerstvoorstellingen. En er is een kerstmarkt in de kerk. Dus deze wordt gezongen in een andere kerk. Zijn dijk staat weer op zijn kop, hoor. Dus. Maar ja, ik hoop dat ik nou wel helemaal in beeld ben, want ik krijg er een dinges van. Maar ja, ik ga even eten en ik zie u later. Oh, dit is mijn lunch. Twee krekertjes met makreel. Heerlijk. Helder, Heineken. Nee hoor, maar gewoon lekker. Goedenavond. Op deze regenachtige zaterdagmiddag, of avond, het is bijna avond. We zijn aangekomen bij wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond hamburgers. Hoor ik een heleboel mensen zeggen. Met brood? Nee, niet met brood. We gaan pittige hamburgers maken. Pittige Oosterse hamburgers. Oh. Nou, wat hebben we nodig? Nou, twee hamburgers. Een krop ijsbergsla. Een beetje rucola. Hebben we nodig. Schroendring. Dat zijn gemalde pinda's. Pindasaus. Maar één eetlepel ervan. Een beetje zambal voor door de pindasaus heen. Tankee. Een zoete aardappel. Een kleintje. Als friet. En een klein uitje erbij. En natuurlijk hamburgers. Dus. Dat gaan we maken vanavond. En ja. We koken eerst de zoete aardappel. Wel even schillen. Die koken we even 5 minuutjes. En dan goed uit laten lekken en dan gaat hij in de frituur. Dus. Het zijn allemaal langzame koolhydraten.
Dus eigenlijk verbrand je ze meer dan je er binnen krijgt. En het is goed, want ik ging vanmorgen op de weegschaal staan en ik was een kilootje aangekomen. Ik denk misschien toch spierkracht of spiermassa, maar het was toch wel een kilo, dus eigenlijk moet ik helemaal niks eten. Maar dan ga ik ook van mijn graad. Dus ik eet dit vanavond en ik ga even koken en ik zie u zo meteen aan tafel. Goedenavond. Ik zit even te zoeken met een ding. Ik zie elke keer dat ik een half hoofd op heb. Misschien is het wel beter. Hey, goedenavond. We zitten aan tafel. En dat heb ik vandaag gedaan. Nou, ik heb 21 kilometer gefietst. Ik heb hier de boel opgeruimd. En ik ben ook verschrikkelijk moe. Ik heb wat lekkers gemaakt. Denk ik. Ik heb pittige Oosterse hamburgers gemaakt. En dit is het eindresultaat. Nou, dat ziet er toch lekker uit, hè? Zit tauke. Pindasaus. Pindasaus, hamburgertje, daarna ook weer sla, en daar hetzelfde, gefrituurde zoete aardappel, en ik heb, je kan ze als wrap gebruiken, en ik heb hier nog twee slabladeren, die gebruik ik dan ook als doosje. En dan kan ik ze als bovenkant van een broodje. En dan kan ik ze dan zo naar binnen stouwen. Dus het is wat gezonder dan met een broodje. Dan bij de Mac. Of bij de Burger King of andere eters dingen. En het is goedkoper. Ik ben geen brood kwijt. Dus. Ik ga vanavond lekker onderuit op de bank liggen. En het is maar wat, hè, met die teven. Wat die man gedaan heeft, ik weet het niet hoor, maar. En ik weet het niet. En die Miltenburg, die schijnt hem ook boter op de hoofd te hebben. Trouwens, de hele regering moet gewoon pleiten. En Het is gewoon een zootje. Het zijn allemaal graaiers bij elkaar. En wie het meeste graait, die is de winnaar. Dus ik denk dat de PvdA de winnaar wordt. Dit zijn de grootste graaiers. Maar die bestaan volgend jaar niet meer. Bij de volgende verkiezingen. Ze waren weer een plaatje hier gezegd. Ik vind het prima. Hé, Diederik? Hey. Zo gewerkt, jongen. Zo gewerkt. Asscher. Met doel is. Zo gewerkt. En dan heb je nog die Kriebers met zijn belastingplan. En dan komt er een nieuwe graaier. D66. U weet wat D66 betekent, hè? Dom IQ 66. Dus. in Nijmegen zijn de vluchtelingen het zat. Het noodopvang. Dan ga je maar lekker terug naar huis. Als je er zat bent, dan ga je maar eens in Syrië wonen, in Homs. De hele stad ligt op buiten. Maar ga je daar wonen. Dan heb je het niet koud ook. Nou woon je in een tentje. Dus. Maar die gasten nou binnen moeten laten. Maar mag je niet zeggen. Dus. Ik heb voor de gezelligheid heb ik de kaarsjes aangestoken. Lijkt het nog wat, hè? Dus. Ik ga even eten, want anders worden mijn hamburgertjes koud. En dan heb ik ook weinig trek in. Dus. Ik zie u morgen weer.